Wat er gebeurt nu? Wat er gebeurt nu? Wat er gebeurt met mijn karren? Is je leeg de bomen begrepen? Moet je luisteren, ik dacht, ik ben er vandaag helemaal alleen aan de stranden. Is er vandaag zondag? Is er mijn vrije dag, begreep u? En is er plotseling allemaal mensen gekomen om naar de stranden en naar mij te kijken? En in mijn karren is iets gebeuren met de wielen. Ik begrijp het niet. Moet je begrijpen, deze karren heb ik zelf gemaakt. Het is een hele mooie kar, maar deze is afgebroken. Zie je deze? Hebben jullie moeten goed bekijken, heb ik er zelf gemaakt. Deze is de teken van de vrede. Zien jullie deze de teken? En is ook de teken van de Mercedes, begrepen? Maar goed, is er geen probleem. Is er misschien ook een jongetje of een meisje die mij eventjes helpen willen? Is er misschien ook een jongetje of een meisje die mij eventjes helpen willen? Een grote kindje, niet de kleine, niet de grote. Waar is je de kindje? Wie ben jij? Marijn. Ben jij een jongetje? Ja. Is je komen, vluggen. Komen, openschieten. We hebben niet de tijd van de wereld, begrepen. Straks is de dag alweer om, is er wel weer een maandag. Wie ben jij? Marijn, hoef niet bang te zijn. Hoef niet bang voor mijn neusje te zijn, begrepen. Ik weet precies hoe lang mijn neus is, begrepen? En als jij ook weet hoe lang jouw neus is, zullen wij samen geen problemen hebben. Marijne, luister. Is er mijn karren is er misschien vast in de zand? Zou jij misschien eventjes, Marijne, de karren willen terugtrekken? En dan ga ik de karren daar te parkeren, begrepen? Marijne, wacht. Ga ik eventjes open de karren zitten. En Marijne, ga jij de trekken achteruit? Ja, is het goed? Verder achteruit, oké. Is het nu, ga naar voren, gaan we daar te parkeren. Oké, duwen, vooruit, naar voren, ja, ga dan maar naar voren. Stop! Oké, Marijne, kom maar vluggen, ga maar verder, oké. Ja, gaat heel goed, hè. Nog een klein stukje, is het heel goed, hè. Oké, stop. Is het goed, hè. Zo, Marijne. Is je bedanken wel, begrepen? Is je tot een ziensje? Is je Marijne? Ik zie jou misschien nooit meer. Is je tot een ziensje, jongen? Ja. Kom in mijn armen, begrepen? Is je... Ik heb misschien nog een leuk idee. Want ik was van plan om eventjes te gaan zwemmen in de zee. Heb jij misschien ook zin om eventjes met de mee te zwemmen? Ja. Oké, heb jij echt zin in? Ja. Oké, trek de kleren even uit in het blote kontje. Wil jij niet de kleren uit te trekken? Nee. Wil jij liever met de kleren aan zwemmen? Nee. Ja. Oh, moet je luisteren. Als jij de kleren aanhoudt, hou ik ook mijn kleren aan, begrepen? Ga zelf niet alleen helemaal in het blootje lopen, begrepen? Oké, luister. Gaan we bovenop de heuvelen springen in de zee. Afgesproken? We moeten één ding goed begrijpen. Heb jij de zwemmendiploma? Oké, twee. Moet je luisteren, ik heb geen zwemmendiploma. Maar in deze zeeën moeten hele speciale manieren van het zwemmen, begrepen? Moeten mij precies nadoen. Als jij mij niet nadoet, dan ga jij je duffel drinken, begrepen? Oké, kom. Gaan we op de heuvelen. Zo, kom. Zo,
Is ze mooie, de zee en marijnen, hè? Is ze mooie, hè? Hebben een heleboel fantasieën nodig, maar ze zijn hele mooie. Ook hier luisteren, hè? Hoe wacht even. Als wij zwemmen, is ze met een kar helemaal alleen. Moet je luisteren, blijf even staan. Hè? Je kunt er niet op letten, want als jij zwemmen, kun jij de kar niet zien. Begrijp je? Blijf rustig staan. Ik zal er misschien eventjes, is er misschien een andere kindje die mij eventjes helpen willen? Een meisje die mij eventjes helpen willen? Is er misschien een meisje die mij eventjes, wie ben jij? Ja, wie ben jij? Mia, kom maar vloggen. Kom maar vloggen. Luister, Marijn, blijf rustig staan en nog niet te springen zonder mij, anders ga jij het duffer drinken, begrepen? Wie ben jij? Smia? Nee, Smia. Smilia. Ja. Is een hele moeilijke voor mij in monden, begrepen? Maar ze een mooie naam, luister. Smilia, luister. Ga jij hier onder de palmbomen zitten, hè? En dan ga jij in de klimaxen zitten als Indianen. Ga dan maar daar zitten. Ga je mooie kijken naar mijn karren, begrepen? Dat niemand de mijn karren gaat meenemen, begrepen? Want ik ben er trots op bij deze karren. Zelf gemaakt. Deze stoelen heb ik er zelf opengezet, begrepen? En in mijn huis heb ik maar één stoel, dus nu zit ik steeds op de grond, begrepen? Dus is het mooi, begrepen? Oké. Moeten luisteren. Grote mensen, is het moeilijk om in de zee te springen. Grote mensen moeten allemaal tellen tot de drieën. En dan springen wij, begrepen? Alleen de grote mensen moeten tellen. Want voor de grote mensen is het heel moeilijk om spontaan te zijn. Oké, daar gaan we. Luisteren. Smilia. Smilia, misschien is het beter als jij een stukje hier komt zitten. Ga maar daar zitten. Ga maar daar zitten, ja. Ga daar maar zitten. Is goed. Is heel goed. Is in de kokosnoten gevallen? Ik heb jouw leven gered, begrepen? Als deze op jouw koppen was gevallen, was jij misschien jouw naam veranderen in Smilia de kokosnoten, begrepen? Oké, ik neem deze mee naar mijn huis om iets op te eten vannacht in mijn bed, begrepen? Oké. Martijn, ben je klaar? Marijn, oké. We moeten rustiger springen. Wacht even. 1, 2, 3. Springen, Marijn, springen, ja. Zwemmen, doe mij nadoen. Hongerij, daar staan we. Honger, is hele route, ja. Is hele route. Is het vreselijke koud. Marijn, is het vreselijke koud te zien. Is een hele goede idee van jou om met de kleren aan te houden, begrepen? Is een vreselijke koude smilie, ja. Oké, luister. Ga nog eventjes. Wat is er gebeurd? Wat zeg jij, hè? Zit er krabben aan mijn achterlijf, hè? Hoe dan? Hoe kan dat? Oh nee, Marijn, kom! Smilia, kom! Is een plastic, begrepen? Is een plastic. Oh, nou kan begrijpen. Deze krabbe is natuurlijk van een kindje. Was aan de strand aan de spelen. En hebben zij een knuffelenbeestje vergeten. Nou, het lijkt niet lekker om te knuffelen. Wat zeg jij, hè? Het lijkt niet lekker. Lekker niet lekker om het te knuffelen. Misschien hebben de kindjes zonder deze krabben wel hele slechte dromen. Ik stop deze krabben in de mijne karren. Stop ik hem vannacht in de mijne bedden, begrepen? Ik hou van de griezelige dingen. Kom maar vluggen. Zo! Gaan we eventjes hier zitten. Gezellig aan de strand, hè? Is gezellig. Kom maar dichterbij je. Kom een beetje dichterbij je. Zo, hè? Kindertjes, zo. Smilia, maak eens even jouw handje zien, hè? Ja. De andere handje. Kan in de handjes van de kinderen altijd heel goed zien hoe het met de kindertjes gaat. Hé, Smilia, jij krijgt een hele gelukkige leven. Maak eens even jouw handen zien, Marijne. Hé, de gekke. Marijne, Smilia, weet je wat er gaat gebeuren? Jullie twee gaan er samen te trouwen, jullie twee, begrijpen? Is ze gekke te gekken? Luister, kom maar. Luister, weet je wat ik ga doen? En dan ga ik weer vlug naar huis. Luister, ik ga jullie tweeën hele mooie de verhalen vertellen.
Want misschien krijgen jullie wel 10 kinderen, misschien wel 20, misschien 30 kinderen, begrepen? En als jullie mij beloven, moeten deze verhalen die ik aan jullie vertel, straks aan de jullie kindjes vertellen. Afgesproken? Oké, ga dan maar daar zitten. Ga jij maar daar zitten, Marijne. Marijne, ga maar een beetje dichterbij aan zitten. Hoef je niet bang te zijn. Oh, misschien is het wel veel leuker om nog meer kindjes te vragen om te luisteren naar mijn verhalen. Zijn er misschien nog meer kindertjes die op de strand... Ze komen, kom maar zitten hier, kom maar. Ze komen hier zitten, komen. Hey! Wat er gaat gebeuren? Kinderen, stoppen. Wat er gebeuren? Allemaal achterin. Kindertjes, moeten deze kant op bekijken. Allemaal zitten op het kontje. Rustig, hè. Ziet op het kontje. Moeten deze kant op bekijken. Jij gaat ook erbij. De andere kindertjes zitten daar. Gaan we daar zitten. Allemaal op het kontje zitten. Zo, allemaal goed rustig. Als de Indianen, begrepen, als de Indianen op de strand zitten. Zo. Even kijken. Wie ben jij? Gabrielle, kom. Moet je hier zitten. Je moet goed te luisteren. Het is heel lang geleden was de zeeën heel erg kalm. En op deze grote zeeën was een schip aan het varen. En de schippen was heel mooie. En alle mensen op de schippen zeiden tegen elkaar, de papa's, de mama's en de kindertjes, zeiden, oh, wat is het leven toch een mooie. Is er geen oorlogen? Is er geen hongeren? Wij zijn er zo gelukkigen. En daarom noemden de mensen deze schippen het geluk. Maar plotseling, op een dag, zonder te verwachten, onverwachte, plotseling werden de zeeën door de winden heen. Wat er gebeurde, Gabrielle? Gabrielle? We moeten kijken. Mijn verhalen worden werkelijkheid. Oh, dan gaat er misschien een storm komen. Op het plaatsje terug naar de papa's vluggen. Vluggen, wegwezen! Wegwezen! Luisteren. Hoeven niet te huilen. Stormen is een gelukkige voorbij. Ik denk misschien in mijn verhalen is een werkelijkheid geworden. Misschien is het schip uit de gelukken vergaan. Moeten luisteren. De bomen. Hij was bijna omgevallen. Is een hele mooie sterke bomen met hele diepe wortelen, begrepen. Hé, hey, zo'n goede bomen. Luisteren. Weet je wat ik misschien wel kan doen, hè? Ik kan misschien even achter de duinen kijken. Misschien is iets aangespoelen. Zal ik eventjes kijken? Hé! Hey! De gekke! Is een hele grote kist aangespoelen. Een scheepskiste. Moeten komen kijken, kinderen. Komen kijken. Oh, nee. Stop. Op een plaatsje. Vlug. Dragen. Ga er op een plaatsje. Vlug.
Nog een zitter! Moeten luisteren. Ik heb deze touwen. En ik kan er wel met deze touwen de kisten naar deze kant te trekken, begrepen? En dan kunnen jullie allemaal de kisten zien. Wat er gebeuren, de krabben komen ook uit de kisten gekropen. Oké. Zo. Luisteren. Wat gaat er gebeuren? De touwen. Zo. Krabben. Gaan vluggen terug in de kisten. Zo. We weten niet wat in de kisten zitten. Hé, hey, dit is een hele mooie kisten. Dit is een hele grote. Hele mooie. Kinderen, luisteren. Ik beloof jullie. Als de kist zit vol met kauwgom, zal ik hem met jullie verdelen. Begrepen? Ik beloof. Als de kist zit vol met goud. Ik zal hem met jullie verdelen. Ik beloof jullie, als de kist zit vol met een monster, mogen jullie helemaal alleen houden. Zo. Hé. Het gebeuren is heel erg zwaar. Ik ben het te oude meneer voor. Is er misschien een sterke mannen die eventjes deze... Nee, niet de kindjes, eerst de mannen te proberen. Is het deze meneer? Kunnen u misschien eventjes komen? Meneer, u komen, vloggen. Als u nou, meneer, gaat deze kisten te trekken, begrepen? Wacht eventjes. We moeten voorzichtig te trekken. We moeten de kisten ervan plaatsen, niet in de zand, begrepen? Oké. Wat is uw naam? Arie, ik geef jou de teken en je begint te trekken. Oké. Arie, pak de touwen. Is ze klaar, hè? Is ze trekken? Harrie? Gaat er niet? Harrie? Wat er gebeuren? Heb jij plotseling alle krachten verloren? Luister, Harrie. Gaat er niet uit de putten. Gaat er maar daar bij de karren zitten. Gaat de andere manieren toepassen. Andere manieren toepassen. Even kijken. Misschien is het een kleine kindje. Wie ben jij? Kom jij vluggen. Kom maar vluggen. Moet je luisteren, wie is jouw naam? Pamela. Wat is jouw naam? Pamela. Pamela, luisteren. Is de Harrie, deze, hebben alleen met de handen getrokken, begrepen? Daarom kan hij niet de kist over de heuvelen trekken. Maar jij moet er niet alleen met de handen, maar ook met jouw harten trekken, begrepen? Als jij met de harten trekken, alles gaat te bewegen. Moet je zo trekken, zo. Moet je goed luisteren. Ik geef jou de teken. Is ze klaar, hè? Is ze trekken. Ze trekken! Ja, is je goed! Ik ben helemaal goed in deze! Harrie, komen! Pamela, komen! Hier staan ze, zo! Is ze de kampioenen, begrijpen? Dan moet ik nog op de plaats. Moeten luisteren, Harrie. Is er voor de kleine kindjes heel belangrijk om te denken dat ze sterker zijn, begrijpen? Is er deze papa zeggen vanavond tegen de Pamela, ga er slapen, ga er naar bed. Ze zeggen, nee, begrijpen, oké. Goed. Zo, nog. Gaan de karren naar de beneden trekken. En dan openmaken. Hé, wacht. Is het misschien heel gevaarlijk, hè? Als de kisten niet op tijd te stoppen, hij gaat er misschien glijden al over deze kinderkopjes, begrijpen? Is er misschien een meisje die mij eventjes helpen willen? Een grote meisje, niet in de kleine, niet in de grote. Wie ben jij? Ja? Mina, kom maar vluggen. Mina! Mira? Is er jouw papa en mama ook hier? Ja. Oké, kom maar vluggen. Kom maar vluggen, kindje, kom maar. Luister. Weet je wat we doen, hè? We maken jou, ben jij Mira of Mina? Nina. Nina, luister. Ik maak jou de kapitein van de kisten. Je gaat op de kisten zitten. En jij moet er zorgen dat de kisten niet de zaal in glijden, begrepen? Oké. Ook al kost deze jou het leven, moeten doen wat is er gevraagd, begrepen? Ga op de kisten zitten. Ga op de kisten zitten. Even te helpen. Ga
En dan maar hier midden open de kist te zitten. Zo, beentje naar voren, beentje naar voren. Oké, goed te vasthouden. Nina, we moeten luisteren. Jouw mama is ook hier, hè? Of jouw papa ook, hè? We moeten roepen, papa en mama. En papa en mama zeggen, ja, Nina, wat is er? Moet jij deze vragen vragen? We moeten vragen, papa en mama, vinden jullie goed dat ik deze gevaarlijke spelletje doe? Roepen heel hard. Papa en mama. Jullie. Vinden jullie het goed dat ik dit gevaarlijke spelletje doe? Ja hoor. U bent een hele gemene papa, begrijp ik? Ongelooflijk. Moeten vasthouden. Goed te vasthouden, Nina. In de midden blijven zitten. Blijven lachen, Nina. Heb je nog een laatste wensen? Gaat het door? Huppelkeer. Dan gaat hij. Oeps, oeps, oeps. Deze hele goed. Fantastisch. Oh, moeten luisteren, Nina. Gaan we even de kisten openmaken. Hé! Is ze sloten? Wacht even, wacht even. Niet aan te komen. Is het misschien een papa of een mama met een hele grote bossen sleutel, begrepen? Een hele grote bossen sleutel, om het te proberen. Is er niemand met een bossen sleutel, alsjeblieft? Vlug open, schiet, hebben we niet de tijd van de wereld. Is het een bossen sleutel? U hebt een bossen sleutel. Ah, deze hele goed. Ah, is het deze van de auto? Is het niet de van de auto? Is het deze van de huizen? Waar staat het deze? Ik begrijp het. Lusseren. Haha, is een moderne sleutelen? Is een ouderwetse slotten? Zal hem misschien het proberen. O jeetje, is afgebroken. Luisteren, meneer. Luisteren, ik geef de sleutels terug, hè. Ik herinner mij plotseling in mijn hoofden. Ik heb in mijn huizen, in mijn kasten, hele grote sleutels op bossen, begrepen? Ouderwetse sleutels. Luisteren, Nina. Ga de vlug op de plaatsen zitten. Ik ga naar mijn huizen. Ninatje, luisteren. Tot ziens, kindje. Kom me. Tot ziens. Excuse. Vloggen, vloggen. En dan ga ik met mijn karren naar mijn huis. Hé, wacht even. Is ze natuurlijk wel waar. Als ik weg ben, is de kist helemaal alleen. Is ze misschien een jongetje of een meisje die mij eventjes helpen willen? Wie? Eens even kijken. Een grote, wie ben jij? Michiel, hoe oud ben jij? 13. Jij bent een grote jongen, Michiel. Zou jij willen doen deze gevaarlijke dingen? Kom maar vlug, vlug, vlug. Michiel, luister. Je gaat rustig op de kisten zitten. Ga dan maar gaan zitten, ga dan maar gaan zitten. Nee, rustige dagen, ga maar daar gaan zitten. Beetje naar voren, beetje naar voren. Begrijpen. Jij gaat deze kisten bewaken, begrijpen? Oké, pak mijn neus met de linkerhand vast te pakken. Met de linkerhand vast te pakken. We moeten de ogen dus sluiten. We moeten mij nazeggen, begrijpen? Ik beloof deze kisten te bewaken. Deze kisten te bewaken. Maar ik beloof ook. Als een monster uit de kisten komen. Als het monster uit de kist komt. Ik ga mij verbergen achter de bomen. Ik ga me verbergen achter de bomen. Want ik ben te jong. Om opgegeten te worden door de monster, begrijp ik? Oké, klaar. Oké, Michiele. Ja. Ik ben er zo weer terug, hè? Hou alles zo goed in de gaten. Is het tot de ziens, hè? Is het dag, kindertjes, hè? Is het dag, grote mensen? Ik ben er zo weer terug, hè? Michiele! Michiele! Ja? Is alles zo goed, hè? Ja, nog wel. Michiele! Ja? Niet te bang zijn, hè? Help! Is daar iemand? Ik kan niet. Wat zit daar achter die boom? Een monster? Ja. Hè? Ja.
Hey, luister. Alsjeblieft, verberg je nou niet voor mij, want ik heb je nodig. Wie ben jij? Wie ben jij? Ja, luister. Wat is je naam? Michiel. Michiel, luister, ik vind het grappig dat je je voor mij verbergt, maar ik heb je hulp even nodig, snap je? Ja. Ik heb zulke vreselijke dingen gemaakt. Waar ben ik in vredesnaam aangespoeld? In Den Bosch. Wat? In Den Bosch. In Den Bosch? Ja. Ben ik in Den Bosch aangespoeld? Ja. En jullie zitten hier al steeds op mijn aanspoeling te wachten? Ja. Oh, jongens. Waarom zijn jullie me niet komen helpen toen het nodig was? Moet je zien wat ik heb meegemaakt? Ik ben helemaal nat. Het zoute water zit al onder mijn armen. Och, Michiel. Ik had met mannetje Pluim. Met mannetje Pluim, het poppetje wat ik van mijn papa heb gekregen. Mannetje Pluim zei tegen mij op een goede dag. Jozef, wat is dat mannetje Pluim? Ga eens een keer op zee. Op zee, mannetje Pluim, als je dat zo leuk vindt. En hij wou een keer een zeereis maken. Want we hebben altijd al zulke vervelende avonturen achter de rug. En nou, dat heb ik gedaan. Maar dat schip, het geluk waar ik op had geboekt, dat beter ongeluk geheten. God, het is helemaal vergaan. Alle mensen zijn verdronken. Ik ben misschien nog wel de enige die nog leeft. Want ik had mijn grote koffer bij me. Maar mensen met alleen een heel klein koffertje, nou, je begrijpt het. Oh, Michiel, luister. Ga je nog niet weg? Nee. Wil je even nog bij me blijven? Ja. Wil je, ga maar zitten. Of wacht even. Ik heb wel een, wacht. Ja, dat heb ik bij me als het goed is. Ja! Dat heb ik bij me. Want dit stoeltje, dat heb ik nog van mijn papa. Want mijn papa die gaf dat van mij om mijn verjaardag. En toen zei hij tegen mij, Jozef. Ja, papa. Hier, dit is voor jou. Wat is het dan? Je troon. Mijn wat? Je troon. Want mijn papa zei altijd tegen mij dat ik een kleine koning was. Mijn papa zei altijd tegen de kinderen, jullie zijn kleine koningen, snap je? Ja. Hoe oud ben jij? 13. Nou, dan ben je nog een klein koninkje, nog net. Ga maar even zitten, Michiel. En dan, en Michiel. Zou ik die niet doen? Je wilt mijn vader toch niet beledigen, hoor? Wel, ga rustig zitten. En Michiel, luister, dan moet ik ook eventjes mannetje Pluim uit de kist halen. Want mannetje Pluim is zo geschrokken van die grote storm. En dat iedereen verdronken is. Hij zit helemaal in een hoekje van de koffer gekropen te huilen. Wacht maar even. Mannetje Pluim? Ja? Kom je even? Nee. Kom dan maar, poppetje. Kom dan maar. Het zijn hele aardige mensen. En dat is een heel leuk jongetje. Kijk, poppetje, je hoeft niet bang te zijn. We zijn aan het gevaar ontsnapt. Kijk, dit is mannetje Pluim. Het is een mooi poppetje. Mijn papa heeft dat zelf gemaakt. Hij gaf dat aan mij vlak voordat hij doodging. Hoe oud ben jij? 13. 13? Ja. Toen ik 13 jaar werd, ging mijn papa dood. Vlak voordat hij doodging, gaf hij mij mannetje Pluim. Hij zei tegen mij, Jozef. Ja, papa. Nee, hij zei niet Jozef, want hij had een hele zachte stem. Hij zei, Jozef. Ja, papa. Hier. Toen gaf hij dit en toen zei hij nog, als je mannetje Pluim ooit vergeet, als je vergeet dat je klein bent geweest, dan word je later onherroepelijk een vervelend groot mens. Michiel? Ja? Alles goed? Ja. Mannetje Pluim? Nee. Kom dan maar, poppetje. Hoef niet bang te zijn. Want Michiel, op dat schip was ook een meisje. En dat meisje had een hele mooie pop. En mannetje Pluim was verliefd op die pop. Mannetje Pluim? Nee. Doe nou maar, misschien is het niet zo slecht afgelopen als we nu denken. Nee. Nou, dan moet je maar. Mannetje Pluim, je kan wel in deze palmboom slapen. Dat vind je leuk, snap je? Michiel? Ja? Zal ik dat doen? Ja, tuurlijk. Zou jij het ook leuk vinden om in een boom te slapen? Ja. Waarom doe je het dan niet? Hier, mannetje Pluim, ga jij maar gewoon in de palmboom zitten? En dan, dan kun je lekker een beetje slapen, want je bent ook een beetje moe. Michiel? Ja? Welterusten. Welterusten. Michiel? Ja? Welterusten. Rusten. Dat doet hij altijd drie keer. Michiel? Ja? Welterusten. Welterusten. Michiel? Doe nou maar. Zo, mannetje Pluim gaat slapen, een beetje uitrusten. En denk maar niet aan al die erge dingen die er zijn gebeurd. Want de kinderen tegenwoordig zien ook zoveel erge dingen soms, hè. Dat ze er s'nachts niet van kunnen slapen. Of jongens en meisjes, hebben jullie daar geen last van als je iets heel erg ziet? Nee. Oh, dan valt het allemaal wel mee. Luister, Michiel. Och, jeetje. Pietje de Rumpf. Jeetje, toch het hoek. Pietje. Oh, godzijdank, hij leeft nog.
Want Michiel, Pietje de rups heb ik ook al, want toen was ik zo jong als jij, had ik gevangen in de tuin, snap je die rups? Had ik steeds maar in een jampotje met een blaadje sla, maar dan werd hij natuurlijk steeds groter en groter. En op het laatst moest ik hem er gewoon in proppen. Maar hij vond het heel leuk hoor, dat shampootje. En toen hij hoorde van mannetje Pluim, die kon zijn mond niet houden, dat hij op zeereis ging, wou hij natuurlijk mee. Ik zei, Pietje, zou je dat nou wel doen? Want een rups op zee, dat kan helemaal niet, maar hij wou mee. Nou, ik wou natuurlijk ook niet vervelend zijn. Maar hij heeft het ook heel erg moeilijk gehad. Maar Pietje, hier kan je wel eventjes een eindje wandelen. Kom maar even rustig zo, hè. Zo. Even een plasje doen. Zo, huppakee. Ja, je moet je even rustig, want hij heeft het zo lang moeten ophouden. Oké, klaar. En nou vlug. Gaan we weer mooi in de kist, Pietje de rups. Wat zeg je? Wil je niet terug in die mooie kist? Altijd die donkere kist, misschien heb je wel gelijk, maar ik kan echt niet met jou gaan wandelen langs het strand. Dat is zo langzaam. Luister, je mag van mij alleen. Maar je moet me beloven dat je terugkomt. Oké, hij wil alleen wandelen. Dat kan, Michiel, dat kan. Ga maar rustig alleen wandelen. Maar Pietje, je komt terug. Want ik wil je nog niet missen. Ga maar, hup, opschieten, wegwezen. Klaar, blikken. Opschieten, wegwezen! Wat een hupje, hè? Het is een grappig hupje. Zouden jullie, jongens en meisjes, zouden jullie ook wel zo'n rupsje willen hebben? Ja! Zal ik jullie uitleggen hoe je dat kunt krijgen? Ja! Dan moet je een weekje wachten, volgende zondagochtend, hè? Dan, als je papa en mama nog slapen, dan sluip je naar beneden, dan ga je naar de auto, en de klep open en stil nou, en vlak bij de motor zitten een heleboel van dat soort rupsen. Er zitten mama's rupsen, papa's rupsen, kindjes rupsen, je trekt het er maar uit. En dan de volgende ochtend, maandag, geen auto's meer op de weg, alleen maar kinderen met spelende rupsen. Maar je moet er ook heel lang mee spelen. Moet je heel veel geduld hebben, dat zeg ik je eerlijk. En dan gaan ze plotseling vanzelf lopen. Echt waar. Oké, Michiel, ja. Luister. Hartelijk dank voor de gezelligheid. He? Ik ga langs het strand lopen om te zien of er nog meer mensen zijn aangespoeld. Oké? Ja. He? Ja. Of zou jij misschien babysit van mannetje Pluim kunnen zijn? Ja, dat is best. Vind je dat leuk? Ja. Echt waar? Ja. Vind je dat niet kinderachtig? Nee. Waarom? He? Waarom? Ik vraag het alleen maar. Nou, ga dan zitten. Dan geef ik jou deze rode muts, oké? Okay? Als mannetje Pluim dan vannacht wakker wordt, dan ziet hij deze rode muts. Want hij weet dat ik deze ook van mijn papa heb gekregen. Want mijn papa zei altijd dat ik een kleine koning. Hij zei, dat is je kroon. Gek, hè? En ik geloofde het ook echt. Dat is mooi, hè? Ja. Zet jij hem gewoon op je kop, dan weet je alles in orde met je. Ja, want de kleine beestjes zijn overal, Michiel. Hè? Huppakee, zo klaar. Michiel, ja? Luister. Ik ga langs het strand lopen. Ik neem mijn paraplu mee. Niet omdat ik regen verwacht, maar je weet het nooit. Ik ben met een storm aangespoeld. Stel je nou voor dat het een papa- of een mama-storm was, een grote storm. Dan kan er altijd nog wel een ander stormpje achteraan komen. Snap je? Ja. Bijvoorbeeld een kindjestorm, een zandstormpje bijvoorbeeld. Als dat gebeurt, dan heb ik mijn paraplu om me te beschermen. Maar jij hebt niks. Als dat gebeurt, dan moet jij me beloven, Michiel. Dan ga je achter de boom. Nee, doe dat maar niet, want die kan natuurlijk omvallen. Dan ga je zo zitten, Michiel, zo. Dan kun je nog een beetje de boom in de gaten houden. Ga je zo zitten, snap je? Maak je zo klein mogelijk en dan kan de storm je niks doen. Oké. Oké, ja. Oké, Michiel. Mannetje Pluim. Ja. Ik ga, hè? Nee. Ja. Michiel past op je. Oké. Slaap lekker. Mm. Michiel, als die nou droomt, hè, moet je maar een beetje geruststellen, hè? Zoals jouw vader en moeder bij jou hebben gedaan, hè? Ja. Of hebben ze dat niet gedaan? Jawel. Oh. Michiel? Ja? Als die moet plassen, in de zee, hè? Oh, jongens. Het is eb. Het is een vreselijk groot strand. Waar moet ik toch in godsnaam beginnen? Michiel, ik hoop in vredesnaam niet dat ik het stuurwiel vind van het schip. Stel je voor dat daar plotseling dat wiel ligt, dan weten we zeker dat het schip het geluk is vergaan. Want geen schip kan varen zonder een stuur. En zelfs niet het geluk. Nou, ga maar zitten. Michiel. Daar. Pas goed op iedereen, hè? Ja, ja. Michiel. Ja? Daar. Daar. Michiel. Ja? Kom eens.
Michiel, ik heb een beetje een enge droom. Dan is het er zelf over. Michiel? Ja? Kun je niet een liedje voor me zingen? Nee. Michiel? Ja? Kun je slaapkindje slaap zingen? Nou, dan kunnen de kinderen in de zaal wel. Michiel? Zing nou slaapkindje slaap. Vraag maar de kinderen in de zaal, die kunnen dat beter dan ik. Nee, Michiel. Nou, vraag het ze maar dan. Even slaapkindje slaap zingen voor mannen. Michiel? Ik slaap al! Michiel! Ja. Ik hoor de storm aankomen in de verte! Ja, luister! Nou voor de kist zitten! Want ik was al zo bang. Ik zag een lopende berger rennen. Zat hij daaronder? Ja. En haar vader, zijn vader en moeder, zijn die hier? Zijn moeder is niet hier. En wie bent u dan? Oh. Dus u deed gewoon niks. Het maakt niet uit, want het is toch uw kind niet. Godje mijne. Ik kan toch ook niet alles? Moet je kijken wat ik heb gevonden. Mijn paraplu die vloog door de lucht. En waar die in het zand viel, wees hij als een pijl naar deze. Dit is die pop. Van Mannetje Pluim. Mannetje Pluim zei tegen mij: oh, Jozef, ze heeft 3 gezichten. Ik zeg: dat kan toch niet? Ja, zwaar. Een gezicht dat huilt, een gezicht dat lacht en een gezicht dat slaapt. Dit is zo'n mooie pop. Als je daar als kind, als ik een kind, dan zou ik. Dus weet je wat ik zou doen? Dan zou ik als het slaapt, zou ik zeggen: bleh, en dan huilt het onmiddellijk. Ah. Oh. Ik moet hem een Mannetje Pluim laten zien. Hij zal heel verdrietig zijn. Mannetje Pluim. Ja? Kom eens. Wat is? Kom maar even. Iets ergs? Kijk eens. Hij is opter. Mannetje Pluim, ik weet wel dat je opter bent. Maar kom nou eens even, want ik zag daar net een briefje zitten. Kijk maar, nou begrijp ik wat er is gebeurd. Dat meisje heeft natuurlijk gewoon. Och jeetje, Mannetje Pluim. Dat meisje heeft gewoon op het schip gestaan. En toen de golven kwamen, zo hoog dat ze er bijna onder verdween, heeft ze haar pop met een briefje in de zee gegooid om ons een bericht te sturen. Ach, wat een triest. Wacht, ik zal het voorlezen. Ik ben zo bang dat het schip het geluk zal vergaan als er niet snel hulp komt. Zul je goed op mijn pop passen? Zij heet Morgen. Grappige naam, hè? Als ik nooit meer terugkom, mag je haar houden. Ze kan. Wat is dat? Wat is dat? Michiel, je leeft nog. Ja. Goh, jongen, je leeft nog. Wat heb je in je hand? Ja, ik ben gevonden door de postbode en die is voor jou, die krant. De postbode voor mij? Ja. Ah, natuurlijk, Mannetje Pluim. Mijn achtervolgingsabonnement, nou snap ik het. Ja. Luister, Michiel, ik heb deze pop gevonden. Ga hier rustig zitten. Ga rustig zitten. En hou jij die vast en ook Mannetje Pluim. Hou ze bij elkaar, Michiel. Ja. Want ze zijn verliefd op elkaar. En wat verliefd is, Michiel, dat weet je, dat mag je niet scheiden. Ik zal even. Hé, hey, te gek. Vandaag is het schip het geluk. Na een grote strijd tegen de golven, uiteindelijk toch een veilige haven binnengevaren. Alle opvarenden zijn gered.
Alleen een man met een grijze hoed. Is in paniek overboord gesprongen. De mensen op het schip zeiden allemaal dat hij gek was. Nou, sta ik eens een keer in de krant. Nou, luister, dat vind ik heel gemeen. Want mijn moeder, als ze dit leest, zal ze denken dat ik dood ben. En nou, luister, Michiel, hè. Weet je wat er is gebeurd? Misschien leek het voor die mensen wel gek. Maar, en misschien... Nee, ik ben het niet echt. Want luister, mannetje pluim, we zullen het wel aan de mensen laten zien wat er is gebeurd. Waarom ik uiteindelijk in het water ben gesprongen, of niet? Ja, je doet mee? Ja, oké. Dan weten ze waarom ik erin ben gesprongen. Jij zit in mijn zak, we zullen... Michiel, we gaan het gewoon spelen. Wacht maar even. Ik ga gewoon vanaf het begin spelen hoe het is gebeurd. En dan ben jij, Michiel, dan ben jij gewoon mijn buurjongetje. En dan zeggen we gewoon dat je hier zit en jij past op de pop. Hè? Heel rustig, want in het briefje stond dat je goed op haar moest passen. Dus. En dan zeggen we dat dit is mijn huisje. En ik ging nog vlak voordat ik op reis ging, ging ik nog naar mijn moeder om... Hé. Hey. Zou iemand van jullie misschien mijn moeder kunnen zijn? Wie ben jij? Wietske. Wie zeg je? Wietske. Wietske, zou jij misschien mijn moeder kunnen zijn? Ja. Zou je dat leuk vinden? Oké, kom vlug dan ben jij mijn moeder. Snap je? Dan is zij mijn moeder, hè? Ga maar rustig zitten. Pak de pop maar vast en ga maar rustig zitten. Wietske, kun jij mijn moeder zijn? Ja. Oké, luister. Dan zeggen we... Maar wacht, hè. Je ziet er natuurlijk wel een beetje uit als een meisje. Zullen we je wat kleren geven, dat je er wat uitziet als een oudere vrouwtje? Ja. Wacht, is er misschien iemand in de zaal met een jas? Heeft iemand misschien een... Hè? Deze jas, laat maar eens kijken. Nou, dat vind ik toch wel een beetje een lellebel van een jas, jongen. Is het niet een mooiere jas? Een beetje een jas... Wacht, maar ik zal zelf wel even gaan kijken. Wietske, kom maar mee, dan kun je het ook zien als je het mooi vindt. Is het niet een hele mooie jas? Is er niet ergens een hele stik? Allemaal al uw jassen omhoog. Al uw jassen omhoog. Hè? Godzijdank, ik zie het allemaal niet goed. Een hele mooie jas moet ik hebben. Een lange jas. Dat is het mooiste. Wacht even. Wat is dat voor een jas? Maar dat is een mooie kleur. Dat is bijna de kleur van jou. Kom vlug. Kom. Dit is goed. Zo, Wietske. Hier, trek aan. Eens even kijken of die past. Hè? Haren eruit, maar mijn moeder heeft niet zulke lange haren. Heeft iemand een schaar bij zich? Oh nee, Wietske, nee. Natuurlijk niet, wacht even zo. En dan moeten we nog een hoedje hebben, een hoedje, een petje. Een hoedje, steek allemaal uw petje omhoog. Hè? Oh, ik heb al iets, te gek. Mooi. Goh. Heeft u dit op in het dagelijkse leven, mevrouw Dick? Oké, zo. Heel mooi. En nou nog een tasje. Wacht, een tasje voor mijn moeder. Een grote tas, een echte moederstas. Heeft iemand misschien... Vind je deze glimmende... Vind je die mooi? Goh. Oké. Hier, Wietske. Dat is mooi, hè? Ja. En dan geef ik je nog mijn stoeltje. Ga maar rustig zitten, Michiel. Zit je lekker? Ja. Hè? Ga maar leunen tegen het boord, dan kun je lekker rustig zitten. En jij gaat hier, zo. We zeggen, hier is je huisje. Hè? En ik bel jou nog op. Ik bel jou op om te zeggen dat ik op zeereis ga. Oké? En mijn moeder zit natuurlijk niet de hele dag met de kleren aan in huis. Zij doet alles even uit, want... Oké. Dan ga ik jou opbellen. O jee? Maar ik heb thuis geen telefoon. Dus ik ren de straat op en ik zoek de telefoon. Hé, hey, te gek! Hebben ze gewoon de telefoon zo tegen de grond gekwakt? Nou. Ik zal hem wel even eens rechtop zetten. Zo. Nou, de klep open. Hupplakee. Zullen we hem eventjes herstellen? Dus. Hé, alles zit er nog in. Gek. Zo. Even kijken. Oh nee. Mijn moeder heeft ook geen telefoon. Oh jee, je moet dat nu weer. Wacht maar. Zal ik even oplossen. Even kijken. Zo. Klop. Nina. Klop.
Ah, ja. Want ik dacht, je kunt toch vanzelf even de deur open doen. Alles goed met u? Ja. Ik ben van de PTT. Wat een mooi huisje heeft u. Wat een grappige schemerlamp staat er in uw huisje, mevrouw. Goh. Gooit u tegenwoordig altijd de kleren op de grond? Ja. U bent wel een slordige mevrouw, hè? Ja. Ik ben van de PTT. En dit is uw nieuwe telefoon. Ziet u dat? En we zijn deze keer niet zuinig geweest. Pakt u hem even vast. We hebben een hele... Hè? Wat is stomme. Vind je hem stom? Ja. Nou, je zult het er toch mee moeten doen. Dit is uw lijn. U kunt in bad, in bed, overal kunt u opbellen. Hè? Is toch leuk voor de PTT, of niet? Ja. Oké. Okay. Nou, dag mevrouw. Het is allemaal klaar. Tot ziens. Dag. 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 En ik zeg nog... Die meneer zegt nog, wat een vervelende mevrouw dat ze me niet even een kopje thee of een kopje koffie aanbiedt. En mijn moeder hoort dat en die wil altijd heel gastvrij zijn. Dus die rent naar buiten en zegt, meneer, wilt u niet een kopje thee of een kopje koffie? Zullen we het even overdoen? We zullen het even overdoen. Wacht even. Zullen we het even overdoen? Dus ik zeg, dag mevrouw. Dag. En wat een vervelende... Wil je een kopje thee of kopje koffie? Dan wil ik liever nu een kopje thee. Dan neem ik de koffie na het eten. Is dat goed? Oké, die meneer van de PTT zit de hele dag met mijn moeder in de keuken en de koffie te drinken en te eten. Nou moet ik echt gaan, hoor. Dag, mevrouw. Ja. Dag, tot ziens. Dag. Doe het deurtje wel dicht, hoor. Hoppakee, klaar. Zo. Nou, vlug mijn moeder bellen. Vlug mijn moeder bellen. Even kijken. Hallo. Ja, hallo. Met wie spreek ik? Met de moeder van Jozef. Wat zeg je dat grappig? Hallo moeder, ik ben het. Moeder, luister eens, ik ga op zeereis. Fijn. En ik neem mannetje pluim mee. Nee. Zal ik even nog bij je langskomen om een goede dag te zeggen? Ja, ga. Oké, dan ben je kort af moeder, alles goed? Ja. Oké, dag. Doe. Ja, doe. Ja, doe. Doe, ja, hang nou eens op, hè. Ja, dag. Zo. Nou, vlug opzieten. De telefoon er weer in. Zo, hupplakee. Nou, vlug, mannetje pluim zit in mijn zak. Zo. Hallo, moeder. Hallo. 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 Moeder, we hebben niet veel tijd, hoor. We moeten opschieten, want het schip gaat bijna vertrekken. Oh. Doe vlug je kleren aan, je jas en dan gaan we weg. Want het is een beetje koud buiten. Hè? Ja. Ik zweet van de kou, moeder. Ziet u dat? Ja. We moeten gauw opschieten. Kom vlug. En ik neem je stoeltje mee, hè? Ja. Want je bent een beetje slechter been, toch? Ja. Hè? Kom op, we moeten opschieten. Moeder, vlug. Vlug, moeder, opschieten. We hebben geen tijd te verliezen. Ben je hoedje verloren? Je bent je hoedje verloren. Kom vlug terug. Moeder, opschieten. Pak je hoedje vlug. Kom nou toch, moeder. Kom vlug. We zijn er. Ah, het schip staat er nog. Zie je dat? De klep is nog open. Hé, hey, kijk nou. Ze hebben het nog niet eens vastgemaakt. Het schip ligt nog gewoon los dadelijk. Dadelijk gaat het weg zonder mij. Ga maar even zitten, moeder. Dan zal ik eventjes het schip vastleggen voordat het vertrekt. Wacht maar even. Wat een slordige matrozen. Meneer, u zit hier eigenlijk op de uitgerekende positie. Mag ik dit touw even om uw nek leggen? Hè? Oké. Hartelijk dank. Moeder! Het ligt vast! Ik heb een hele leuke paal gevonden met een bril. Heel erg grappig. Kom! Kom, we moeten opschieten. Stik die paal niet. Wat? Stikt die paal niet? Nee, die stikt niet. Zo, moeder. Nou, ga maar rustig zitten. Dan kan je het schip zien vertrekken, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, dag schat. Ja. Leuk dat je er even was. Kom je niet even nog staan? Ja. Ja. Dag, moeder. Dag. Dag. Nou, moeder. En we vergeten één ding, want mijn moeder gaf me ook nog 10 gulden. Oh. Waar ga je heen? Heb je ook je tasje... Wat? Heb je toch je tasje bij je? Hè? Maak in je tasje. Alsjeblieft, mijn moeder gaf me wat geld. Pak nou. Nou, alsjeblieft. Nee, je doet alsof je moet in het tasje kijken. Maar moeder, dat we nou aan de kade zulke ruzie moeten krijgen. Hier, pak vast. Pak eens vast. Mag niet. Doe nou toch. Hou nou vast. Wat de kerel. Je doet altijd alsof je zo arm bent. Moet je kijken. Oké, moeder. Dag iedereen! En ik stap in het schip. En net op tijd, want de klep gaat dicht. En ik ren naar boven. En boven op het dek, jongens en meisjes, dames en heren, gaat de reis beginnen. De kapitein zegt touwen los. En de touwen worden losgemaakt.
En het is een automatische paal, dus hij trekt het touw van zich weg. Hij trekt het touw helemaal langzaam weg. En dan gaat de reis beginnen. En ik moet jullie zeggen, de eerste dagen waren heel erg leuk. Ik heb met mannetje Pluim de hele tijd op het dek gezeten. 'S Avonds laat vertelde ik hem de prachtigste verhalen. Maar toen, op een avond, mannetje Pluim lag te slapen in de koffer, was ik nog even boven op het dek. En toen riep de kapitein plotseling, kijk daar! En iedereen keek, zie je dat? Wat is er dan? Daar ging die donkere wolken. Och jeetje, er komt storm. Oh jeetje, het schip zal vergaan. Het schip is veel te zwaar. En hij begon te gillen als een keukenmeid. Hij zei, alle bagage moet overboord. Alle bagage overboord? En ik rende naar beneden, want in mijn koffer zat mannetje Pluim, maar hij was al weg. Ik rende naar boven en toen zag ik nog net hoe de matrozen met mijn koffer, omdat hij het grootste en het zwaarste was, ze gooiden hem in de zee. En ik zei, jammer, mannetje Pluim zit erin. En ineens hoorde ik mannetje Pluim, ik weet niet of het echt was, maar in mijn hoofd hoorde ik mannetje Pluim roepen. Ik hoorde hem roepen, Jozef, kom, help. En toen herinnerde ik mij ineens de woorden van mijn vader toen hij zei, als je mannetje Pluim ooit vergeet, als je vergeet dat je klein bent geweest, dan word je onherroepelijk een vervelend groot... Ik wil het niet. Ik kom. En ik sprong in de zee. En de 100 gulden van mijn moeder vielen uit mijn zak en ik heb ze nooit meer teruggezien. En toen, jongens en meisjes, toen haalde ik mannetje Pluim uit de koffer. Hij zat op mijn hand en ik keek om naar het schip. Maar er was zo'n grote golf, we hebben het nooit meer teruggezien. Maar nou, mannetje Pluim, nou weten we dat het niet echt is vergaan. Het geluk is nog niet echt vergaan. Het kan nog gerepareerd, het kost veel moeite, maar het kan. Michiel? Ja? Vond je het een leuk verhaaltje? Ja. Michiel, mag ik bij jou komen? Ja. Vind je hem zo leuk dan? Ja. Hij speelt graag met grote jongens, snap je? Pak hem maar vast. Luister, meisje, weet je wat we doen? We maken het heel gezellig, oké? Okay? We maken jouw moeder af, want om altijd moeder te zijn met zoveel geld op zak is ook niet zo eenvoudig. Luister, luister. Kom hier rustig zitten en weet je wat we doen? We zetten mijn moeder aan het strand. Dat doen we. Net als vroeger. Dan stonden de vrouwen op de dijk uit te kijken of het schip al terugkwam. Want vroeger was dat nooit zeker. Zo. Daar staat ze te kijken. Oh jongens, ik ben zo ziek van al dat verdriet. Al dat verdriet. Oh jeetje. Ah. Zo, Michiel. Nou kunnen we feest maken. Hè? Het verdriet is eruit. Ga maar naast haar zitten, bij elkaar. En weet je wat we doen? We maken het heel gezellig voor mannetje Pluim en voor iedereen. Dat kan ik heus wel hoor, want ik had alles bij me om het een heel gezellige reis te laten zijn. Echt alles bij me. Wacht maar, ik zal het laten zien. Even een mooi muziekje. Hij doet het nog, te gek. Ja! Ja, hij doet het. Leuk hè? Beetje harder. En mannetje Pluim, ik weet, mannetje Pluim, morgen hoeft niet te huilen, morgen kan hopelijk lachen. We kunnen alle kindertjes met morgen dansen, iedere dag opnieuw. Mannetje Pluim, misschien denk je wel dat deze dag nooit meer ophoudt. Maar dat is niet waar, mannetje Pluim. Want als de nacht valt, dan valt je ook altijd ineens. Michiel, dan zeggen de kinderen tegen elkaar, oh jeetje, het is al 7:30, ik had te lang thuis moeten zijn. Dan rennen ze naar huis en dan zijn de papa's en de mama's natuurlijk blij dat ze er weer zijn. Michiel, ja? Ik ga slapen. Tot
Welterusten. Hoe heet jij? Wietske. Wietske. Hij wist dat nog niet. Welterusten, Wietske. Welterusten. Welterusten. Wietske, kom je morgen met me spelen? Ja. Michiel, ja. Kom je ook? Nee. Komen jullie allemaal? Ja. Zo, mannetje pluim, slaap lekker. En jullie jongens, Michiel en Wietske, ga maar op je plaats zitten. Ik ga ook slapen, hè? De dag is om, de nacht is gevallen. Tot ziens, hè? Tot ziens. En vergeet het niet, je komt... Oh, wacht, weet je wat? We kunnen deze slingers nog wel geven aan de meneer die de mooiste rol van zijn leven heeft gespeeld. Alsjeblieft. Dag, Michiel. Dag, Wietske. Mannetje pluim. Mannetje pluim, je kunt misschien beter in de kist komen. Ik zal de muziek wat zachter zetten. Hé, mannetje pluim. Kom. Het is een beetje gevaarlijk als hij zo ver weg is. Mannetje pluim, ik zal de kist wel onder de boom zetten. Of misschien, wacht even, dat kan natuurlijk ook. Want sommige bomen, jongens en meisjes, die lijken heel erg vast te staan. Maar dat lijkt maar zo. Grote mensen, die lijken heel vast te staan. Maar dat lijkt maar zo. Welterusten. Hey. Wat? Weet je wat ik helemaal vergeet? Dat mijn papa, want als klein jongetje ging ik altijd slapen. En dan wou ik altijd een lichtje. En dan zei mijn papa Jozef, al is het soms nog zo moeilijk. Al ben je soms nog zo bang. Er is altijd wel ergens een lichtpuntje. Wat? Pietje de Rups. Och jeetje, Pietje de Rups vergeten. En dan te bedenken dat lichtpuntje in je eigen hoed zit. Ik zal hem gelijk roepen. Pietje! 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 Ah! Daar komt hij al. Kom, Piet. Kom. Heel goed zo. Hij is helemaal de wereld rond geweest. Want rupsen lopen langzaam, maar dat lijkt maar zo. Kom, we gaan slapen. En morgen, jongens en meisjes, laten we hopen morgen. Het geluk van morgen. Mannetje pluim. Welterusten. Sleutels de bossen, begrepen? Moet ik eten? Wat? Wat zeggen jullie? Is die al open? Is die al open? Hé! Kom maar, wacht eventjes. Moeten luisteren. Is er meneer in deze kisten? Moeten luisteren. Ik dacht, ik heb alle sleutels meegenomen. Maar waar is het kindje die open de kist hebben beloven? Waar is de jonge Michiele? Michiele, kom maar vluggen. Michiele, heb jij steeds open de kist te gaan passen? Ja, we luisteren. Heb jij gezien alles wat is er gebeuren? Ja. Luisteren. Jij gaat er met mij mee naar mijn huis. Ja. Want ik heb het beloven, Michiele.
om alles te delen met de jullie. En dan moeten jullie alles wat uit de kist is gekomen delen met de mij, begrepen? Oké, gaat één in de karren zitten? Is het de touwen weg, meneer? De touwen weg, de touwen weg, helemaal weg. Oké, hè? Michiele, is er misschien nog een kindje? Jij en jij, kom helpen de duwen. En jij, jongetjes, kom helpen de duwen, kom. En jij ook, kom helpen de duwen. En jij ook, kom helpen de duwen. Zo, kom. Oké, hè? Kom helpen de duwen. Ga dan naar mijn huis. Duwen. Oké, hè? Is het tot de ziens? Ik kom, we moeten gauw naar de zaal. Heel bedankt. Dank u. Dank u wel. Dank u wel. Als u wil, allemaal zo de handen omhoog. Oh, ik schiet, nee. Handen omhoog. En dan zo moet je buigen voor de nacht, zo. Hè? Je breekt mijn moeder af. Ik zal mijn moeder zo opbellen dat ik goed ben aangespoeld. En ik heb nog steeds heel veel geld. Wat zeg je? Moet het in de tas? Uiteindelijk blijft er van ons allemaal alleen maar een stok over. Van wie is deze? U wil die tasje terug. Alsjeblieft. En iemand moet deze hebben. Geef hem maar aan iemand. Die hem het hardst nodig heeft. Tot ziens.